Ik ben Ilona Ammerlaan en we zijn te gast op een van de locaties van Plantise, een opkweekbedrijf in jonge planten waar ik aandeelhouder van ben. En ik ben verbonden bij de Greenport als voorzitter van de Glastuinbouw Nederland subregio Oostland. De samenwerking in de Greenport is belangrijk omdat we daar overheid, onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar verbinden binnen een grote afdeling en dat we elkaar daarin versterken. De ambitie waar ik het meest bij betrokken voel binnen de Greenport is op het ogenblik de energietransitie. We hebben te maken met hoge energieprijzen en dit moet eigenlijk de hele aanleg van warmterotondes gaan versnellen. En daar wil ik me graag voor inzetten. Wat we samen nog meer zouden kunnen doen, is in mijn ogen kijken waar we allemaal mee bezig zijn. Geen dubbel werk verzetten, maar ook vooral zorgen dat de praktijk met ons meegaat. Dat we weten dat uiteindelijk onze kwekers ook betrokken zijn bij de stappen die we gaan zetten, waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Hoe we dat zouden kunnen doen is door uiteindelijk nog meer zichtbaar te zijn, nog meer te laten zien waar we allemaal mee bezig zijn, ze erbij te betrekken in het kader van workshops, in het kader van hopelijk weer snel live ontmoetingen, omdat de kennis ook in de praktijk ligt en dat die heel goed moeten weten waar we uiteindelijk op allerlei tafels mee aan het werk zijn. Ik hoop dat mijn persoonlijke bijdrage, ik ben pas kort voorzitter van deze regio, dus ik ben nog veel aan het kennismaken en aan het proeven wat er allemaal al is. Maar ik hoop uiteindelijk het stukje verbinding ook met het onderwijs te kunnen doen, omdat we uiteindelijk naast de energietransitie ook een arbeidsmarkt hebben waar een hele grote vraag is om in die prachtige glastuinbouw aan het werk te gaan. Dus daar hoop ik ook zeker mijn steentje aan bij te kunnen dragen. Ja, het is heel belangrijk om de tuinbouw zichtbaar te houden binnen onze regio. We zijn een Finex-locatie, dus we zijn gegroeid in gemeentes van 20 naar 70.000 inwoners. Glastuinbouw ligt keurig aan de rand. Maar dat betekent wel dat als je richting Rotterdam rijdt, bij wijze van spreken geen kas tegenkomt. Terwijl het wel dus een hele belangrijke economische drijfveer is van deze gemeentes. Ik denk dat we daar die zichtbaarheid in het kader van warmterotondes, dat dat ook een elektriciteit teruglevering, dat dat ook nut en noodzaak is voor de bevolking, de huidige bewoners van deze regio. Daar moeten we mee aan de slag, daar moeten we ze bij betrekken.